Welkom allemaal, dit is weer een algemene reading. Gaan eens kijken wat de energie is voor vandaag. Er blijft meteen al drie kaarten liggen. We hebben Never Ending Story. We hebben de Deep Knowing. En we hebben de To Be Fair. Dus, die pakken we dan. Die vallen er niet voor niks uit. Dit is kaart 37. Maak 10. Dit is een never ending story. Dit is een connectie waar we geen einde aan lijkt te komen. Maak daar een einde aan. Doorbreek dit door het of te beëindigen of door je benadering te veranderen, want op deze manier blijf je maar in die cirkel, in deze oneindige cyclus hangen. Diep van binnen weet je hoe je dat moet doen met deze 43, maak 7. Jij bezit wijsheid en ook spirit zegt 7 dat jij het kan. Nu heb je ook weer die cirkel, die eindeloze cyclus waar je in zit. Jij hebt het in je, de wetenschap, de wijsheid, om dit te gaan doorbreken, hoe je het moet aanpakken. To be fair, wees eerlijk. Nummer 38, maak 11. Wees eerlijk. Ja, je hebt hier ook iemand met een weegschaal. Het kan zijn dat je misschien met een weegschaal te maken hebt. Of dat je zelf weegschaal in je ascendant hebt. Ook hier die uil weer. Dus maak keuze op basis van wijsheid. Een evenwichtige keuze. Wees eerlijk, wees objectief. In de communicatie en in je keuzes maken. Oké. Ik wil graag wat meer weten over die Never Ending Story Spirits. Die Never Ending Story nummer 37. Wat moeten wij daarvan weten? Never Ending Story. Je zit in die full modus, je hebt het sprong in het diepe genomen. Je hebt waarschijnlijk contact opgenomen met iemand. En je hebt die sprong gewaagd, je hebt gekeken van, goh, eens kijken wat dat brengt. Je bent zelf getransformeerd, je bent veranderd. En je hebt die stap genomen om deze situatie te bekijken, te exploreren. Misschien ook wel om uit die impasse te komen, dat dat jouw bedoeling was. En want jij wil vooruit, jij hebt hier de wagenkaart liggen, de chariot, ook 7, omdat jij gestuurd bent. Je hebt doorgekregen van spirit dat dit niet zo lang meer kan. Dus je bent in actie gekomen, je hebt misschien een bericht gestuurd. Of je bent in contact gekomen, in communicatie met iemand die steeds maar terugkomt. Jij blijft maar in die cyclus hangen. Jij wil voorwaarts in deze connectie. Je wil gewoon weten hoe of wat. En je hebt die stap ondernomen. Jij wil graag dat je een goede uitkomst krijgt. De 10 van bekers. Je wil heel graag een leuk contact, een connectie opbouwen misschien, een goede vriendschap. Hier al die bloemen, jij staat er helemaal voor open. Je ziet het helemaal zitten. En daardoor heb jij ook die leiderschap op je genomen. Al die zonnebloemen, je bent zonnig, je bent positief gestemd. En je hebt niet langer afgewacht en jij hebt dat bericht gestuurd.
Deep knowing, wat moeten wij weten over deep knowing? Wat weten wij van binnen? Wat is die wijsheid die wij hebben van binnen, spirit? Er is één kaart omgegaan, dat is de schildknaap van mensen. Reliability. De schildknaap van mensen. Ja, je hebt, ondanks dat je weet, diep van binnen weet, hoe deze connectie in elkaar zit, heb jij toch de bereidwilligheid getoond om een geste te doen, om die sprong te maken. Kijk naar al die witte lelies, je bent echt... in jouw onschuld wil jij toch het proberen. En dan hebben we hier de kaart de decadence, abruptie. Misschien kwam jouw bericht wel heel erg abrupt. Hadden ze niet meer verwacht dat jij een bericht zou sturen. Dit maakt ook 7, hè? Dat is ook weer spirit, die jou misschien geleid heeft om het bericht te sturen, om die stap te maken. Ik weet alleen niet waar die dikkende voor staat. Dat is geen standaard tarot kaart. Ik zal eens kijken. De decadence kaart, waar staat die? Deze kaart staat voor dat je leert om om te gaan met het onverwachte te krijgen. Stop met de gedachte dat je het gevoel hebt dat er nooit wat met je gebeurt. Weet alles wat omhoog gaat, dat dat ook weer omlaag moet komen. Weet dat je hoge, als je hoge verwachtingen hebt, dat je dan diep kan vallen. Dat de omstandigheden dan tegen kunnen vallen. Deze kaart staat ook voor loslaten. Misschien weet je al en loop je al langer met gevoelens voor deze persoon. En die gevoelens heb je hier opgekopt in dit vaasje. En kan het zo zijn als je daar te lang mee rond blijft lopen, dat je dan gaat crashen. Dat je dan of boze uitbarsting krijgt of dat je in ieder geval vanuit je emoties gaat reageren. Omdat je dit al heel lang binnenin je houdt. Dus leer ervan dat je soms iets kan krijgen wat je niet verwacht. Ja, je hebt het gevoel dat je hier niet uitraakt. Oké. Nou, weet je ook weer. Dus met deep knowing. Je weet dat je heel veel gevoelens hebt voor deze persoon. Dat je het allemaal hebt. Hoe zeg je dat? Opgestapeld in dat vaasje. Misschien moet jij nu uiteindelijk openheid en eerlijkheid geven. Of het voor altijd loslaten en ook dat vaasje dan
leeggooien. To be fair, wat hebben we daarbij? To be fair, spirit, nummer 38. To be fair. To be fair. Oké. Drie kaarten. Je hebt de 8 van munten. Als je eerlijk bent, blijf jij alsmaar leren. Proberen. Moeite doen. De koningin van munten. Want je hebt ambitie. Je probeert in het kader van de liefde. Probeer je toch daar wat van te maken in deze connectie. En we gaan ze ook heel creatief mee om met deze keizerinkaart. Dus ja, een keuze maken. Ga je uiteindelijk open kaart spelen met deze persoon en ga je eerlijk zeggen wat er speelt, zodat je de boel openbreekt, zodat je dingen bespreekbaar maakt, of ga je die persoon helemaal loslaten. Dat is de kern. Je moet een keuze gaan maken en dat is jouw keuze. Kijken, Spirit, de Decadence card, Abruption, nummer 16. Ik heb daar een Oracle of Visions card op, qua advies. Wat is jullie advies op de Decadence? Zo, de Decadence. Kijken, wat krijgen we daarop? De 4, stabiliteit. Je kijkt beide door hetzelfde masker. Je bent misschien alle twee bang. Bang om gekwetst te worden. Dus je spiegelt elkaar ook. Want je vormt samen één gezicht. Dus je hebt misschien alle twee hetzelfde meegemaakt. En die ogen komen steeds terug. Ik heb hier ook al hier in dat vaasje een oog. En hier heb je natuurlijk met die mensen die kijken door dat masker. Dat vormt dan ook één gezicht met twee verschillende ogen. Dat oog. Spirit, dan moeten wij weten over dat oog. Dat oog. Ik heb hier de tweelingenkaart. De ridder van zwaarden. Idealisme. In die tweelingenkaart, misschien is dit jouw twin. En ben je daarom elkaar aan het spiegelen? Heb je dezelfde gevoelens, dezelfde gedachten? Dan heb je hier dus met jouw twin te maken. Die spiegelt jou, die triggert bij jou het een en ander. En judgment, dus je moet keuzes maken. Mogelijkheden creëren. Eerlijke mogelijkheden creëren. Een kikker. Kan ook misschien een spirituele betekenis nog hebben. En dat werd bevestigd. Ik kreeg een piep in mijn oor. Een spirituele betekenis van een kikker opzoeken. Mogelijkheid. Opportunity. Okay. Even denken hoor. Als ik hier goed kijk, dan kan het zijn dat je te maken hebt met een ram of met een kreeft, met een tweeling, met een keizerin, dus dat is de
weegschaal. En je weet dat dit een verhaal is waar je niet uitkomt, dus je zult een keuze moeten maken. Je spiegelt elkaar. Dus hoe jij in deze connectie staat, dat krijg je ook weer terug. Dus hou jij afstand, dan houdt hij afstand. Ben jij open, dan staat hij open. Want jullie hebben beide hetzelfde meegemaakt. Die kijkt door diezelfde bril. Dus alles wat jij doet, dat krijg je net zo hard terug. Ik wil graag nog wat meer weten over die judgment card. Ik ga eventjes... dit is de Rodek. Nalatenschap van de goden. Mag ik graag wat kaartjes op die judgment spirit? Die judgment, nummer 20. Wat is dat dan precies, die opportunity, die mogelijkheid? Pak de mogelijkheid, krijg ik door. De zegenwagen. Pak de mogelijkheid voor vooruitgang. Dus ook die wagen die hebben we hier ook liggen. Je ziet hier een vrouw achter het stuur. Dus degene die de vrouw is in deze connectie of degene met de vrouwelijke energie. Die moet in actie komen en die komt met een rotvaart in actie. Dus pak je kans. Kom in actie. Je hebt hier de ridder van Kelken. Kom in actie. Stuur een liefdevol bericht. Voor een open, eerlijk begin waar je over na hebt gedacht. En kijk dan wat het oordeel zal zijn. Met deze soulmate. Mag ik weten waar die Knight of Swords voor staat? Die Knight of Swords. Het is een, bij die twin kaart krijg ik de krachtkaart. Wees krachtig, wees moedig. Treed op als de keizer, wees daadkrachtig, wees misschien wat koppig. Maar wel doortastend, sta je mannetje. Jij kan manifesteren wat je wilt, dus de magierkaart. En je kan gerechtigheid krijgen. Dus je kan balans krijgen in deze situatie. Die balans spirit, die gerechtigheid. Mag ik daar nog van weten? Die gerechtigheid. De kluizenaar die viel op de krachtkaart en op die tweelingenkaart. Dingen rechtzetten. Waarom iemand of jullie beiden misschien wel zich hebben teruggetrokken. Dus ook de stierkaart. Terugtrekken omdat je bang was. En er mag nu gematigdheid komen, er mag nu opnieuw balans komen, zodat er weer vertrouwen mag komen en het team van Kelken uiteindelijk kan gaan bestaan. Dus deze connectie, die kan doorbroken worden als er moed bestaat. Als er wil is voor vooruitgang, een nieuw begin,
angsten onder ogen zien, balans terugbrengen. En dan kan er iets heel moois uitkomen, namelijk die 10 van kelken. Oké, nou ik zou zeggen succes ermee. Ik hoop dat als dit jouw reading is, dat je die stap durft te zetten. Dat je die vooruitgang krijgt in deze connectie. Door jouw liefde aan te bieden, zodat een open eerlijk begin komt. En dat je uit die never ending story raakt. Je mag het filmpje liken, je mag het delen. En alvast bedankt voor je abonnee op dit kanaal. Tot de volgende keer. Namaste.